En ik hoop dat het een beetje jonge mensen ook trekt. Het Concertgebouw, hoe bijzonder is dat voor jullie? Heel bijzonder. Ik vind het wel echt een prachtige zaal, imponerend. Het is heel bijzonder. Ja, heb je er bijvoorbeeld al ervaring mee als bezoeker? Of ja, ik heb daar wel eens opgetreden met andere projecten. En het was inderdaad, voordat je daar naartoe gaat, denk je, dat is het Concertgebouw. Ja. Maar dat is toch wel een heel warme zaal. Het is toch wel een warme plek. Heeft het ook zo'n uitstraling van een soort van machtige uitstraling? Ja, dat is heel imponerend. Ja, dat is inderdaad wel heel imponerend. Dat je dus echt gaat zweten voordat je daar bent. Maar dan, het is wel een waanzinnige zaal, maar de mensen maken ook wel een hele grote verschil in datgene wat je gaat doen. De mensen die erin zitten zijn misschien nog belangrijker. Heb je dat op meer plekken, dat je echt zoiets van hebt van... Wow. Ja, dat had ik toen ik ooit in de Olympia heb gespeeld, Olympia in Parijs. Ik ging in de zaal in en ik dacht, Edith Piaf heeft hier gezongen. Toen zei maar nee, de poort was vroeger daar. Oké. Wat goed, hè? Ik dacht dat ik spoken zag op de Olympia, helemaal niet, allemaal gerenoveerd en zo. Ja, zo leuk. Zo'n leuke plek. Daar moet je naartoe komen. Ja? Oké. Ja. En voor jou, wat voor gevoel krijg jij daarbij bij het idee dat je over een week eigenlijk... Ik vind het zo bizar. En ik heb het natuurlijk nog niet meegemaakt. Ja. Ook omdat ik muziek maak die niet zo makkelijk het Concertgebouw in te krijgen is. Dus het is gewoon super bijzonder. Ik ben echt helemaal bezig met jurken. Nee, geen jurk, wel niet. Ja. Hakken. Veren, nee. Hoedje, nee. Ja, maar de leuke daarvan is dus al dat je weet dat je daar bent om jezelf. Ja. Je bent niet voor niks daar naartoe gevraagd. Ja. Dat is, nou, het is gewoon de kunst om gewoon ook je eigen ding te doen. Ja. En je niet te laten meeslepen zo van, oh ja, wacht even, het Concertgebouw. Weet je wel, het is ook gewoon maar een zaal. Het is wel een hele mooie zaal, maar het is niet per se dat daar alleen maar klassieke dingen moeten gebeuren. Ze zijn echt, met jazz en zo. En, Met die concerten van Roberto, dat maakt het zo echt juist wel heel toegankelijk. Toegankelijk, hè? Om daar zonder schuldig gevoel dat je anders bent te gaan zingen. Ja, precies. Je zegt dat heel goed. En ik hoop dat het een beetje jonge mensen ook trekt. Want ik ben zelf nooit zo heel erg geneigd geweest om iets op te gaan zoeken. Wat speelt er in het Concertgebouw? Tenzij het iemand was die wij kenden, weet je wel. Zo een andere muzikant die in een andere bezetting speelde. Van spelen in het Concertgebouw. En zo, we komen kijken. Nou, de publiek is ook wel heel erg gevarieerd. Je zult wel heel veel mensen zien die normaal gesproken naar het concert komen. Ja. Alleen die mensen staan daar. En ze willen gaan dansen, maar ze moeten zitten. Ja, ik denk dat het wel iets heel magisch is. Iets heel magisch. Ja. En diegene die wil dansen, dan gaat er zo op aan de zijkant. Want hoe hebben jullie elkaar gevonden voor dit optreden eigenlijk? Hoe is dat een beetje gelopen? Is dat heel vanzelfsprekend geweest? Nou, dat is wel geprogrammeerd. Dat is wel zo geprogrammeerd. En toen ik hoorde dat het met Jovanka was, ik sprong een gat in de lucht. Ja, omdat ik, ik heb heel veel bewondering voor wat ze doet. Het klinkt in mijn oren heel fris en heel iets wat al heel lang nodig was, weet je wel, in de Nederlandse markt. Maar ook wel dat de verhalen van ons klopten wel een klein beetje. Want ik ben in Brazilië geboren. Zij is dus al hier grootgebracht. Maar de nostalgie. Ik kwam net achter dat haar vader percussionist was. En de mijne ook. Is nog steeds? Speelt hij nog percussie? Nou, hij speelt het eigenlijk niet. Nee. Maar je blijft dat altijd. Dat de achtergrond van muziek maken en zo, dat is een beetje hetzelfde. Dus we hebben heel veel dingen gemengd. Ja. Praten jullie daar veel over onderling? Eigenlijk niet. We komen elkaar niet zo heel vaak. We komen een heleboel dingetjes nu achter. We zien elkaar niet zo vaak. En ik denk we kennen wel heel veel mensen. Dezelfde mensen en mensen die heel nauw met mij hebben samengewerkt en met haar. Dus ik hoor altijd, als ik voor uitdagingen sta, hoor ik, ja, maar weet je, Lillian, die deed het toen zo en zo en zo. Of Lillian was vroeger ook zo. Of Lillian deed dit. Oh ja, zeggen ze dat? Ja, ik ben heel benieuwd wat ze zeggen. Dus ik leer heel veel. Ik heb heel veel geleerd, zeg maar, door de verhalen van dingen die zij heeft meegemaakt. Ja. Hoe zij dingen heeft aangepakt. Dat hoorde ik dan terug, omdat we met heel veel dezelfde mensen hebben gewerkt. En dan lijkt het zelfs alsof je dus aan elkaar... Alsof je elkaar kent, weet je wel. Kent, dus zij heeft mijn album gehoord. En we gaan het noemen samen zingen. Ja.